Vitesse leed vrijdagavond de derde nederlaag op rij thuis tegen FC Groningen. De Arnhemse ploeg verloor met 1-2. Wij spraken na afloop van de wedstrijd met Julian Lelieveld en trainer Leonie Sloetski. Derde nederlaag. Ja, ik denk dat het niet goed voelt. Nee, dat voelt zeker niet goed. Elke nederlaag is natuurlijk voelt niet goed. Maar als je de 3 op rij verliest, is het toch wel extra zuur. Ik denk dat je ontzettend baalt hiervan, hè? Ja, tuurlijk. Iedereen baalt hiervan. Wat gebeurde er allemaal? De eerste helft 2 doelpunten en de eerste 10 minuten gingen nog. Maar later, de eerste helft was niet zo best. Ja, ik denk dat wat u zegt, dat klopt. We begonnen nog best aardig, denk ik. En wat voorzetjes die met wat geluk binnen kunnen vallen. Maar daarna zakt het wel als een kaarthuis in elkaar, denk ik. Dan krijgen we die 1-0. Dat kwam een beetje uit de lucht vallen. Maar daarna waren we, denk ik, een beetje de weg kwijt. En had Groningen eigenlijk zwaar de overhand. En dan ga je met 2-0 de rust in. En de tweede helft was dan wel een stuk beter. Maar wat zei de trainer in de rust? Ja, we gewoon met z'n allen ervoor moesten gaan. En dat dit niks met tactiek te maken had. Missen jullie een klein beetje vertrouwen? Hè? Je hebt natuurlijk een hele mooie seizoenstart gehad. En nu 3 nederlagen achter elkaar. Nou, dat denk ik niet. Want op zich stond je er gewoon nog goed voor. Maar nu, nu gaat het er wel anders uitzien natuurlijk. Maar ik denk dat het niet ontbreekt aan vertrouwen. Maar goed, er waren ook nog wat kansen. Hè? Linzen heeft ook pech gehad met een paar schoten. Ja, maar dat was wel allemaal de tweede helft, denk ik. Tweede helft heb je denk ik gewoon wel een redelijk goede wedstrijd gespeeld. Maar eerste helft, dat was niet best. Of course I'm very disappointed because three games in a row, the same scenario. We conceded 2 goals and tried to change something. Spent a lot of energy, it created a lot of chances, but it was not enough. We were lucky at the beginning of the season, but now we are fantastic and lucky. First half, it was not so good. No, in first half also we created a lot of chances, and Brian Linssen, he had 2 chances, and it was a lot of crosses. But lucky with Brian Linssen. Yes, of course, but okay, we have to deserve this type of luck because sometimes this is possible. Sometimes you have a very good series, sometimes you have a very bad. We'll see. We have to know what to do now. Work together, try to be stronger in this situation, and maybe luck come back in this moment because how we lose against Ado and today, which is almost unbelievable.